Kong reanimated. Oh, dat zou mooi zijn. Gewoon Donkey Kong fucking reanimated. Oh, nee! Nee, wacht, wacht, blijf hier. Oh. Wacht, blijf hier. Ik moet mijn Yoshi. Hey, hou me, hou me, hou hem, hou hem in. Hou hem. Please, please. Ik wil mijn Yoshi. Yoosh! That's a name you should know. Ik moet echt eens... Yoosh! Hallo mensen! Mijn naam is Mad Luigi. Ik ben hier met Boy! Jurian Yoshisaur. Yay! Hallo. Nog steeds geen video's geüpload. Nee. Je had een hele trailer gemaakt op je kanaal van Cuphead Scoot. Dat ging zo een hele maand lang, zou je video's maken. Niet gebeurd. In april, oh wacht. ik ben een debiel, ik heb nog steeds niet geüpload. Ik ben lui. Yay! Ik had gezeik met mijn slaapritme en bla bla bla. We vergeven het je, we vergeven het en je. En ik wil best wel weer gaan uploaden. Is hem! Het is boezelig. Dit is Bowser! Oh, hier was het voor mij een Bowser Jr. boss battle geloof ik. Het is een Bowser. Oh ja, we Yoshi, zijn... Yoshi, nee! Nee! Yoshi! Hij denkt ook zo van, fuck this shit, I'm gonna eat food. Kan ik shit? Nee, maar die Yoshi die dacht echt van, oh, mijn vrienden zijn dood. Nee, fuck this shit, ik ga iets eten. Oh, Mecha Koopas, oké. Mecha Koopas, is dit opeens Sonic geworden? Ja. Oké, gotta go fish! Oh, je scherm. Gotta go fish! Oh ja, het is nou weer kut. Ik was vergeten om hem goed te maken. Wacht even. Help! Nee! Oké, blijf mijn leven. We gaan dit gewoon even doen. Yes, oké. Full screen, kom op, ga full screen! Oké. Jurian is dood. Luigi gaat het redden, want Luigi is 10 keer beter dan Mario. Sowieso. Nogmaals, ik kan niet wachten tot fucking... Heb je dat benoemd in de vorige video? Want we hebben de vorige video zo'n 3 keer proberen op te nemen. Want we konden maar niet langs de ijslevels komen. Ijslevels zijn fucking kut. Dat is altijd het punt waar ik vroeger als kind stopte met Mario. Super Mario Bros. Wii. Ja, ik ook. Ik haat gewoon het ijslevel. Het eerste level kon gewoon niet langs ofzo. Nou ja, ik kon wel door de eerste paar levels. Maar uiteindelijk werd het gewoon te moeilijk en ik haat het. En het was gewoon kut. In ieder geval... We hadden het op een gegeven moment over... Waar hadden we het over? Over Luigi's Mansion 3. Oh ja, Luigi's over Luigi's Mansion 3. In ieder geval. Of misschien... Nou, weet je wat? Nee, ik heb op zich wel een idee wat ik zou... Nou, dat zien we wel. In ieder geval. Ik ben dus... Het jammere aan Luigi's Mansion 3 is zeg maar dat de game... op Halloween uitkomt. En dat is echt de laatste dag van Spooktober. Dus dan kan ik hem niet spelen. Dus ik hoop dus dat ik hem met Netgame, als ik hem daar gewoon voor bestel, dat ze dan gewoon zeggen van, yo! We sturen hem dag eerder op, want dat doen ze af en toe. En dan heb ik hem een dag van tevoren. Dat was mijn plan. Wat nou? Dit gaat me nowhere near lukken, maar wat nou? Oh, ik weet waar het heen gaat. Als ik hem gewoon, die hele dag dat ik hem heb, gewoon helemaal kapot speel. En dan gewoon de volgende dag gewoon review. Ja. Dan heb ik alsnog mijn Spooktober video van de Luigi's Mansion 3. Ja. Maar dat zou... Dan moeten ze hem wel opsturen, anders dan... Maar dat gaan ze niet doen. Nee, als je geluk hebt. Maar als je wil dat ze opsturen, dan sturen ze waarschijnlijk niet. Nee. Weet je, ik wacht nog steeds op de magische dagen dat ik misschien ooit een keer sponsor kan krijgen. Maar dan moet ik wel eventjes daadwerkelijk views krijgen. Ja, dus mensen, abonneer als je dat nog nooit hebt gedaan. En geniet van de video's, want dat zou wel heel fijn zijn als je even zou kunnen genieten van... Oeh, die was er net naast. Als je even kan genieten van de video's, want dan krijg ik misschien sponsors en dan krijg ik YouTube money. Ja. Dat zou wel fijn zijn op zich. Ik zou het fijn vinden. Ja, dat begrijp ik. Zeker. Want er zijn YouTubers die kunnen gewoon naar bedrijven sturen van... Yo, geef me deze game. Krijg eens de game. Dat wil ik ook. Want dan heb ik geen geld om uit te geven. Dat is altijd fijn. Oh jee! Oh. Oh, we zijn er gewoon overheen gesprongen zo, dat was anticlimax. Bowser zit uit te kijken van, what the fuck? Ja, oké. Oké, smell you later! Gary was here, Ash is a loser. Gary was here, Ash was a loser. A loser? My name is, Bordo! Zo hadden we die roze Yoshi toch? Bordo! En ik hou van eten. Oh, niet doen! Niet doen! Heel goed! Oké, gelukkig.
Ik wist het aan het begin ook niet, dus ik heb een tijdje geleden dat we dit hebben opgenomen. Dus, oh, Cassis Moeras. Dit is niet eens Cassis, want als je erin springt ga je dood. Ja, nou ja, misschien ga je dood door de prikkeligheid. Oeh, de prikken. Oeh. Van bijvoorbeeld Pokémon games van de DS en zo heb ik nooit gespeeld, omdat ik niet wist hoe wifi werkte. Hou onze Yoshi in leven. For the love of God. Oké, heel goed. Oh, dit is niet goed. Dat is niet goed. Blijf. Nee. Hutte. In ieder geval. Ik keek dus letterlijk op YouTube. Maar ik wist niet wat het precies was. Ik wist dat het een Kirby TV-show was. Ik keek op YouTube. Keek ik zeg maar fandubs. Oh, ja. Van bepaalde mensen. Die echt onprofessioneel waren. Alleen, mij boeide het niks, want ik vond het gewoon leuk, want het was maar, Kirby. Wat deed ik dat ook? Maar misschien, ik weet niet of de fandubs waren, maar... Oh, er was zelfs, misschien ken je dit, er was een van die afleveringen waarbij je moet erop, inderdaad. Er was een van die afleveringen aan het eind, was het beeld gewoon voor een hele lange tijd zwart en waren gewoon mensen aan het lachen. Oh ja, ik kan het misschien heel vaag herinneren. In ieder geval, dat is dus hoe ik Kirby Right Back At You keek. En ik ben dus nooit met de Right Back At You theme opgegroeid. Ik ben met de originele Kirby Right Back At You. Of de originele theme van de It's Kirby. Oh, ja. Oh, dat zou mooi zijn. Gewoon Donkey Kong fucking reanimated. Die. Oh, nee! Nee, wacht, blijf hier. Oh. Wacht, blijf hier. Ik moet mijn Yoshi. Hou hem in. Hou hem. Hou hem. Please. Ik wil mijn Yoshi. Yoshi. Die. That's a name you should know. Ik moet echt eens... De Yoshi! Wat gebeurde er nou? De Yoshi! Ik viel van de Yoshi af. Oh, waar ga je naartoe? Ja, pak die lel. Giftig, dus voorzichtig. Haha. Kutgrap, joh. Ik die hebben daadwerkelijk met bijvoorbeeld Triforce Heroes of zo game. Die hebben daadwerkelijk een fucking meme pack ervan gemaakt. Oh. Die hebben in bepaalde boeken memes. In de bibliotheek hebben ze memes zitten. Kut! Ik dacht! Oh, de tering. Oh, de tering is niet goed. Ik wil die game gewoon kopen puur voor dat. Ja, alleen nee, dit is dus het ding. Het Europese team dat heeft vertaald, die dacht van, waarom de fuck zit er memes in? Die hebben het weer normaal gemaakt. Dus alleen de Amerikaanse versie. Wacht, doe eventjes. Nee, doe eventjes. Item P. Oh ja. Item P. Met Item 1. Nee. Oh, 1. Dat is geen 1. Laat mij maar. Nee, ik ben op het item. Nee, stop. Mij. Nee. Het is mijn game, mijn Wii-remote. Okay. Ja, dat is waar. Hij is niet eens goed. Zo, hupsakee. Ja. Nou, we zijn een motherfucking acorn. Nou moeten we echt opschieten. Ja. Giftig, dus voorzichtig. maar we moeten echt het level nou gaan halen. Ik dacht dat we game over waren en het hele level opnieuw moesten doen. Nee, dat was alleen jij die game over was. Als je beide al je levens... Kijk, het is dus als je twee player gaat moeilijk om game over te gaan. Omdat als je beide, zeg maar... Dat kan niet knippen, want ze zijn niet verder gekomen. Oh. 5 keer aantal game over. Nee, 3 keer aantal game over. Oh. In de originele nieuwe Super Mario Bros. Had het daadwerkelijk dat je moeite moest doen om bij alle levels te komen. Ja. Maar hier kan je gewoon overal naartoe. Ja. Waarom kan ik hier niet in? Nee, fuck jou. Fuck jou. Beter. Krijg ervan. Ja, maar jij had de acorns, hoe jij bent cheater. Ik ben geen cheater. Ik ben fucking de Mad Luigi. En we moeten eventjes opschieten als we nog willen dat we deze wereld nog gaan halen. Okay, ja. Ik vind het ook grappig hoe Nintendo gewoon dit concept van Mario Bros. 3 pakt, van grote dingen, en het hele tijd hergebruikt voor elk nieuw supergame. Ja, precies. Zo van, kan je niet iets origineels doen, Nintendo? Ik vraag me echt af wat de volgende echte nieuwe Mario game gaat worden, hoor. Ja. Echt waar, ik vraag me echt af. Want met deze serie kunnen ze niet origineel doen. Nee, ik bedoel, het zijn goede games, daar niet van, maar... Oh god. Het is geen Paper Mario The Thousand Year Door. Oké. Ik ben weer game over.
Dat is niet handig van je. Nee. Oh, dit is niet handig van mij. Nee. Oh nee, kut. Niet doodgaan alsjeblieft. Dit is echt super makkelijk om te doen. Moeten we op die kleine gaan of? Ja, ik denk het wel, vriend. Ik weet het niet. Ik heb geen idee. Ik ben bang, Jurian. Ik ben echt heel bang. Oh, mooi. Jurian, ik ga maar witte voor jou doen. Nee, de tering. Oh nee. Oh. Oh, hij blijft staan. Dat is niet hoe die blokken werken, Nintendo. Dit kan je niet maken. Oké, we hebben checkpoint gehaald. Okay. Oh, yeah. Dus ja, nee. Ik hoop gewoon op een nieuwe tweede Mario. Ja. En dat hij niet kut is. Oh, come on. Ik ben dood. Ik ben ook dood. ze moeten gewoon een tweede Mario game maken met gewoon unieke aspecten. Ja. Nieuwe bijvoorbeeld een prehistorische wereld, net als bij Odyssey, of gewoon een... Ja, maar dan is het niet meer uniek, want dan heeft Odyssey het al gedaan. Maar ja, oké, dat is waar. Maar iets anders dan Grass, World Ice, World Stone, World Blablabla. Factory. Factory World. Factory World, dat zou kunnen. Dat zou zeker kunnen. Ik ben het daarmee eens, Jan. Een soort van rave party wereld of zo. Rave party wereld. Even met extra mushrooms er tussendoor, ja, je like. Nee, die is zo... Jij fucking... Oh my god. Ik haat mezelf af en toe echt, hè. Waarom zitten deze gigantische blokken niet in Mario Maker? Ja. Dat kan je echt met alles zeggen in deze game. Ja, maar het is zo irritant dat ze heel veel, dat ze heel veel dingen van sommige Mario games gewoon niet in doen. Ja, maar ze doen wel een heleboel dingen die nooit in Mario games hebben gezeten. Ja, oké. Maar hoe moeilijk kan het zijn om dit soort dingen ook gewoon in Mario Maker te gooien? Is dat zo lastig dan? Ik heb geen idee. Je hebt het al, weet je. Het bestaat al in Mario. Ja, maar het bestaat niet in elke stijl, hè? Ja, oké, dat is waar. En je moet wel bedenken dat de Mario Maker engine daadwerkelijk anders is dan de nieuwe Super Mario Bros. Engine. Het is 2D, maar het is eigenlijk... Kijk, wat we nu zien, dit zijn 3D models die we nu zien. Maar in Mario Maker gebruiken ze 2D models. Hier heb ik in een Mario Maker video sowieso al een keertje over gepraat. Nice. Yay, die is voor mij. Fuck jou. Je had nog die kunnen pakken, maar ik geef je... Nee, ik had je niet eens een kans gegeven, hoor. Ik gun het je niet. Ik ben nu nummer 1, Mario. Yo, zijn er trouwens mensen die... daadwerkelijk denken... Dit is één ding wat me echt gigantisch irriteert bij Yoshi games, hè. Er zijn een heleboel mensen die denken dat baby Yoshi Bowser Jr. is. Wat? Ik heb daadwerkelijk een keer bijvoorbeeld Antdude. Die had daar een keer een hele rant over gemaakt van mensen noemen baby Yoshi, ze noemen Bowser Jr. baby Yoshi. Dat klopt niet. Baby Yoshi, wat? Wist je dat niet? Baby Yoshi? Of baby Bowser bedoel ik. Ja, toch wel. Ja, dat irriteert me ook zo aan. Dat doet Rick ook. Ja. Hij zei ook van baby Bowser terwijl Bowser Jr. is. Nee, jij is andersom. Ja. Kijk, de Yoshi-serie speelt zich af voor de echte Mario games. Ja. Tenminste, dat deed het vroeger. Geen idee wat de fuck ze nu doet. Ja. Maar in de Yoshi games is Bowser Jr. is baby Bowser. Ja. Oké? Okay? Met New Island hebben ze heel die timeline helemaal overhoop gegooid. Nee. Ja, nee, niet toen. Heel goed. Dat doe je heel goed. Het gaat helemaal pixelen. Dat is al geinig. Oh kijk, dat ene level waarvan iedereen zegt dat het cool is. Oh, moeten we weer door een fucking spookhuis. Duister, dol, of der duizenden muren. De Forest of Illusion. Want dat is een beetje een illusie, die ene gekke wereld. Ja. Waarom, het argument. Waarom is niet je hele game zoals dit? Nou ja, dat hadden ze kunnen doen. Ik ben het met je eens. Weet je wat echt mijn droom Yoshi game is? Nou. Een remake van de originele en dan in de stijl van een... in de stijl van Crayon style. Dat bestaat al, ook kut. Ja, maar dan dat het HD, dat het echt gewoon daadwerkelijk lijkt op Crayon. Tenminste, dat is de originele ook, maar... Dat ze echt gewoon die stijl gewoon goed namaken. Ja, maar Neo Island had die stijl. Nee, dat is geen Crayon. Dat is, dat is volgens mij wel Crayon. Nee, dat is hoe noem je dat nou? Van dat verf. Nee, ik heb geen idee. Het zag er kut uit. Ja, tenminste op een daadwerkelijke 3DS ziet de game niet heel, heel lelijk uit. Ik heb wat gameplay gezien van die game en ik vind het er niet bepaald geweldig uitzien. Je hebt de gameplay op YouTube gezien, maar dat ziet er altijd slecht uit. Dat is zeker waar met 3DS games, daar ben ik het helemaal mee eens. Want dan hebben mensen ze heel vaak fullscreen. Ja. Kijk, bij andere handheld games zoals de Game Boy Advance, dat kan nog wel. Ja, dan kan je ze nog wel fullscreen doen.
Maar, doe maar, ja, oeh. Zelfs de DS games is soms wel oké uit. Nou, DS games, dat is een beetje waar ik de grens trek. Die dingen kan ik absoluut niet in fullscreen spelen. Nee, fullscreen, maar op YouTube zien ze het niet. Ja, op YouTube, maar dan zitten ze meestal aan een layout. Weet ja, oh, dat is waar, ja. Kijk, Game Boy Advance, dat doe ik ook altijd. Ik stop mijn Game Boy Advance games niet in een fucking... Ik weet niet welke kant op gaan. Ik weet niet de juiste kant op gaan, maar dat kan wel goed. Oh, we zijn weer hier weer. Oké. Ga echt compleet de verkeerde kant op, jongens. Gewoon rennen, kan wel goed. Gewoon een beetje rondkutten. Nee, nou ja, dat kunnen we niet te veel doen. Want we hebben nog maar 399 seconden. Dat klinkt als veel, maar dat is het niet. Nee! Concentratie. Nee, maar in ieder geval... nogmaals, Game Advance Games, helemaal prima. Die mogen wel in fullscreen van mij. Tenminste... alles daarna, nee. Sommige DS games, 2D DS games. 2D, ja, dat wel. Ja, dat wel. Daar geef je gelijk. Als Pokémon. Tenminste, Pokémon op emulator op die rare... Ja, daarom speel ik Pokémon. Nu dat ik mijn 3DS Capture Card heb, als ik geen Nuzlocke of wat dan ook doe... Oh shit. Oh, die dingen, die komen uit... Die killen. Ja. Oké, jij doet dat. Oh, pas op! Oh. Pas op voor de Yoshi! Oh. Yoshi! Wat? Oh. Jij monster! Mijn microfoon zat weer in de weg. Oh ja, het is altijd de fucking microfoon. Als je aan mijn kant, dan snap je mijn pijn. Luister, ik zit altijd 90% van de tijd hiervoor. Ja, oké, maar... Ik ken deze pijn genoeg. Oké, wat de fuck moeten we doen? Oké, wacht, help me even. Oké, mijn microfoon staat een beetje... Wacht, ga op me springen en dan propel ik je naar boven. Okay. Kom hier. Dit moet te doen zijn. Ah, nee, dat is niet te doen. Dat is absoluut niet te doen. Wat de fuck moeten we doen? Ja, ik snap het ook niet. Ik ben nooit een fan geweest van Ghost House levels. Ik heb echt geen idee. Ik haat die dingen zo erg. Er zijn maar 3 kamers waar we naartoe kunnen. We zijn er allemaal doorheen gegaan. Wacht. Is er een geheime uitweg of zoiets hier moeten doen? Ik weet het niet. Huh? Ik ga even knippen hierin hoor. Ja, dat is heel kort. Wacht, ga er eens niet in. Oké. Nee, gaat gewoon naar beneden. Ja, nee, wacht. Plan. Ga aan de kant! Oké. Ja, Jan. Oké. Oh! Aha! Ik wist het! Ja, ik dacht al, man. Mij kunnen ze niks wijsmaken. Het is een secret outgang. Is hij altijd fucking secret outgang? Ja, in dit soort levels. Oh god! Hierheen. Oh god. En hierheen. Oh god. Is er nou weer ook een secret uitgang hier? Dat weet ik niet. Ik hoop het niet. Dat is echt fucking lame. Als je weet waar je naartoe moet, is het level letterlijk 2 seconden. Ja, precies. Oh ja, nee, het is één. Dit is een secret outgang. Oh, een secret outgang. Ja, een uitgang. Een secret outgang. Secret outgang. Oké, even kijken hoe lang. Misschien. Oh shit, we zijn echt al te lang bezig. Misschien dat we dit daadwerkelijk onze streak moeten gaan verknippen. Oh. Dit is niet goed. We moeten echt gaan speedrunnen nu hoor, Jurian. Verknipt. Dan moeten we dit daar naartoe. Mooie level. Oh, daar is die... Laat maar! Ik tel dit als een nieuwe... Is dit een nieuwe wereld? Ik weet het niet. Gaat dat naar mij wel. Toch? Of niet? Oké, ik tel dit als wereld verslagen. Dus mensen, vond je deze video leuk? Geef dan een like. Abonneer ze ook leuk zijn. Jurian. Ja, wat... Het is jouw schuld dat we niet naar de coole wereld gaan. Ja, dat is waar. Nee, het is mijn schuld. Oké. Ja, zien we jullie volgende keer weer. Bye-bye! Ik vind het grappig hoe jij dat zegt. Ja.